Harold, Harold Broens Renhungan. Nou, hij is Marine for President, toch? De hele dag. Is hij die Marine for President? Oh nee, oké. Praat. Oh, jawel. Is Marie... Ik ga je de gaten. Ed Harry Broens Renhungan, medestrijders. House of Glory Season 2. Wie zien jullie als beste tegenstander voor Remy als coach van het andere team? Hij heeft 1. Melvin Manhoef. Marinho's keuze, dat staat erachter. André Mannaert, old school, dus new school. Gilbert Eiffel, biefstuk. Ik hoor het graag. PS, Marinho voor president. Die vind je leuk, hè? Alleen die laatste vind je leuk. En het staat er niet eens. Ik heb het gezien. Okay. Nee, maar ik zei het meteen al, toch? Het zou wel leuk zijn. Ja, het zou fatto zijn. Wie vinden jullie? Melvin, man. 100. Melvin. Ja, ik denk het ook. Ja, Melvin. Nee, man. Ja, ik denk het ook. Vier keer tegen elkaar. Maar hij kan ook tegen een fatto. Ja, hij kan ook tegen een grap. Hij kan ook tegen Sarre. Ja. Weet je? En hij kan het zelf ook. Ja. Want ik, ja, kijk. Ik vond het nog nu net even te clean nog. Vond je niet? Badr en Rico? Ja. Vond je niet nog te clean? Nou, ik vond niet dat ze echt... Tegen elkaar iets deden of zo. Ja. Ze waren heel positief naar elkaar toe, groeten elkaar. Het was niet echt een strijd, het was meer een strijd tussen de vechters zelf. Maar ik bedoel, als ik een fatu uit kan halen bij jou, zou ik hem uithalen. Ja, ik snap het. Wel respectvol, maar waar we om kunnen lachen. Ja. Weet je? Als ik je iets kan flikken, flik ik je, weet je? Ja, waar je om kan lachen, maar het moet niet pijnlijk zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die contender van Dana White, toen... Conor tegen Michael Chandler ging. Ja. Duwt hem gewoon. Ging gewoon slaan. Gewoon alle zulke dingen. Ja, dat wordt leuk om naar te kijken, toch? Als zouden een keer echt gewoon neus tegen neus tegenover elkaar staan. Juist. Dat zou gewoon viral gaan. Gewoon zo, en op het moment bijvoorbeeld, ik zeg niet dat dat moest, maar het zou leuk voor het beeld zijn als bijvoorbeeld, stel nou dat één vechter niet door was, of hij had moeten winnen, maar Badr vond dat hij niet had gewonnen of iets in de richting en Rico wel. Dan gaan ze naar elkaar toe en zeggen, hé, wel maar echt vervolgd. Zoiets bijvoorbeeld, snap je? Nee, maar kijk, dat stukje was er wel een beetje. Alleen Rico ging er niet echt op in. Oh, want dingen dagen hem uit. Ja, toch? Badr zei van, ja, je slaat... Nee, want jij slaat niemand door koud of zo. Ja, dat stukje. Want ik dacht toch, oké, dit wil ik zien. Ik dacht, nu gaat Verhoeven wat terug zeggen. Gaat hij wat terug, maar hij zei niks. Hij zei niks. Want Badr zei tegen van, ja, maar dat is het verschil tussen jou en mij. Jij bent met die punten tikken. Ja. Ik wil gewoon door koud slaan. Als ik Rico was, ik zou zeggen van, ja, maar het lukt je telkens niet. Ik zou terugkomen. Ja, terugkomen. Dan heb je iets leuks. Ja. Nee, dat is waar, dat klopt. Weet je, het was, maar kijk, ik denk dat dit was de eerste keer, toch? Ja. Het was even uitproberen. Keer. Het is uitproberen, allemaal nieuw. Want Mike en Dennis gingen ook leuk met elkaar op. Maar daar kan ook misschien... Dennis en Mike. Ja, Dennis en Mike. Daar kan ook iets... Oké, we gaan door met de kaart. Pak die kaart. De kaart. Glory 89. We beginnen onderin. Toezasje was de eerste wedstrijd. Ik moet wel zeggen, ik zeg eerlijk, in het begin keek ik naar deze kaart op. Maar het is wel echt uiteindelijk heel goed geworden. Ja, nee, je keek eigenlijk neer op deze kaart. Ja, neer, je keek sorry. Neer op deze kaart. Het was een vreselijke kaart. Ja. Want toen we ernaar keken, dachten we van, ik ken alleen maar Kopper Wlenski. Ja. De rest ken ik niet. Ja. En Tushashi natuurlijk. Nee, maar Tushashi stond er nog niet op. Nee? Volgens mij niet. Hij stond begin niet op. Later wel. De eerste keer dat ze lieten zien, stond hij er niet op. Okay. En toen later is hij toegevoegd, toen dacht iedereen van, dat was leuk. Wacht, laten we meteen beginnen over Tushashi dan. Ja, hij was de eerste. Wat vonden jullie? Wat moet ik kijk. Sowieso. Kijk. Tushashi, nee man, Tushashi. Als hij een vrouw was, zou hij zo van die bank glijden. Toen Tushashi bij Infusion vocht, zag je al van, deze man is moeilijk. Ja, deze man is echt moeilijk. Ik had hem ook bij Warrior Talk gesproken, hij is echt een hele aardige jongen. Welbespraakt en komt gewoon goed over. Maar hij wel die stijl ook van Badr. 100. Ja, man. 100. Is kapot. Kapot. Met die wijde hoeken. Yeah. Kapot. Ook de stand van zijn benen moet je kijken. De stand van zijn benen. Yeah. Zo stond Badr af en toe ook te mappen op mensen. Hé, maar die mokkers doen wel, hè, nu. Ze komen ook, man. Dat is normaal, hè. Die mokkers, we moeten onze plek weer terugverdienen waar we het horen. Sowieso.
Nee, man, nee. Dus oh, had... we hebben Abena en Wissen nog. Ja, ja, ja. Oh, niet voor lang, niet voor lang meer. Niet voor lang. Ja, want dat zou een goede fight zijn, hoor. Tushasi tegen Wissen. Sowieso. Oh ja, Tushasi. Sowieso. Ja. Hey, sowieso. Dat zou een dikke pot zijn. Laat hem nu nog even. Heel even. Ik zie hem volgend jaar rond deze tijd zie ik hem weer daar. Kijk, want... Kijk, het zou... Denk je dat hij snel gaat, Tushasi? Denk je dat hij ik snel hoop gaat? Dat ze hem niet te snel brengen. Ja. Niet te snel. Omdat hij heeft nu een mooie pot neergezet. Mm. Ik had hem heel graag tegen die andere jongen die na hem vocht. Petrov. Ja, dat zou een leuke pot zijn. Ja. Dat, tegelijkertijd, op het moment dat ik dat zeg, denk ik van... Nee, misschien nog niet. Weet je waarom? Het zijn allebei twee... Ja, kijk, tuurlijk is Tushasi een talentvoller jongen. Maar die andere jongen deed ook best goed. Ja. En als ze nu meteen tegen elkaar vechten, dan breek je eentje. Maar ik zou Tushasi ook wel willen uitgedacht zien worden. Snap je wat ik bedoel? Nu was geen uitdaging. Nu was nee, man. Ja, maar eerste ronde kwam hij erin, eventjes kijken, hup, tweede ronde, ja. Ja, ja. Daaroverheen. Ja, makkelijk. Ja, ja. Dat zijn mokkere dingen. Ja. Kijk, we sparen hem nog even. We komen straks bij die andere mokkere. Oké. Maar Petrov was ook wel goed, ja. Ja, nee, maar ik zeg ook een hele goede partij. Ja. Ja, ook een hele goede partij. Ga door, volgende. Wat is man? Wie? De Fares. Ja. Oké. Jouw Mattie. Mijn Mattie? Jouw Mattie. Omdat ik hem niet één keer gepest heb? Nee. Sinds toen heeft hij alles verloren. Nee. Hij heeft hier les gegeven. Nee, hij heeft geen les gegeven. Hij heeft hier een seminar. Ja, je moet het goed zeggen, man. Geen les. Ja. Nee, hij heeft even seminar gegeven. Maar ik moet wel zeggen, kijk, ik zeg wel eerlijk. Ik zeg wel af en toe een beetje vuur in hem. Dat ik denk van... Marino, als ik je mag onderbreken, het enige wat ik zag, hij ging weer terug naar het boksen. Kijk, Mike Zin, met alle respect, geweldige trainer. Ja. Zij zijn heel erg op het boksen. Ja. Terwijl, ik zeg altijd, je hebt vier wapens. Ja. Gebruik ze alle vier dan ook. Ja. Die, zijn tegenstander, die gooide gesprongen, knie, trappen, stoten en weet ik wat allemaal. Dan vergroot je kans om wat te raken. Maar hij was alleen maar aan het boksen, man. Ja. Alleen maar aan het boksen. Kijk, ik weet niet of hij geblesseerd is aan zijn been of wat dan ook. Weet ik niet. Wat ik zag, is eigenlijk dat hij een stap terug nam. Ja. Ik vond dat hij echt... Natuurlijk. Ja, maar ik zag af en toe wel die agressie met die... Maar wel wat je zegt. Ja, maar om iets te raken bovenaan moet je onderaan kietelen. Ja. Maar op een gegeven moment werkt het ook niet. Dan moet je doorgaan. Ja. Aan het boksen. Maar hoe kwam ze ineens ook weer met stoiken, hè? Ja, die halen ze uit de oude rommeldoos. Mm, yeah. Want ik zou je wel zeggen, André en Bogdan zijn allebei geweldige broertjes in kickboksen in Roemenië. Mm. Op het moment dat ze uit Roemenië gaan en ergens bij ONE FC of waar dan ook gaan vechten, verloren ze heel vaak. Dan verloren ze heel vaak. Alleen die Bogdan had wel een Fusion Lightweight kampioen is hier geweest. Ja. Abela had ook echt die stoika gevochten, hè? Dat was in dinges toch? In Roemenië, ja, toen met Damien. Ja. Ze gingen hem echt proberen. Hem, ons allemaal, echt proberen echt te breken. Gewoon wachten in de bus. Ik weet nog, Abena had gewogen. We moesten al lang wachten, hè, in de bus en al dat soort dingen. Alles moest lang wachten. Je kon niet eten, want je moet wegen toch? En op een gegeven moment hadden we gewogen. En hij was hoofdpartij toch? Tegen Abena. En toen ging Abena wegen. Oké, hij had gewogen, hij was op gewicht. En dan wil je gaan eten. Toen zeiden ze van, nee man, je moet nog even wachten op Stoika, want Stoika moet zien dat jij hebt gewogen en dat moest je gewoon weer wachten, gewoon een uur of zo. Ja. Maar het wel geklaard al. Bogdan heeft het wel goed gedaan. Ja. Hij heeft het wel goed gedaan. Zeker, en ik had wel stiekem gehoopt, eerlijk gezegd, dat Tavares wel echt iets zou doen. Ik had wel gehoopt, maar aan de andere kant is Bogdan zijn verdienste. Maar denk je nog dat het goed met hem komt? Want hij heeft nu van Raja verloren. Ja. Daarvoor was hij een tijdje niet gevochten. Dopingzaken. En nu verloren van Stoika. Wat denken jullie? Ik denk dat het mentaal ding is. Ze zeggen wel dat hij pas bij Mike is. Wat 6 weken. Mike was ook boos. Ja. Mike was ook boos hoor. Tussen de rondes door was hij boos. Ik weet niet. Kijk, het was niet goed en, maar ik... Het was niet super slecht. Het was niet Nee. Je ziet hem, ik heb wel weer een beetje terug zien komen. Maar voor zijn kunnen. Ja. Want ik vraag me dan meteen af, is hij 6 weken geleden pas gaan trainen? Ik denk of heeft hij
ervoor al een beetje getraind en daarna naar Mike gegaan. Mm. Kijk, ik denk, kijk, weet je wat het is? Veel gasten, als je die wedstrijden ziet, ze onderschatten die wedstrijden die ze zien. Ik denk, een voorbereiding is niet meer 4, 5 weken, 6 weken. Die gasten met Glory, sinds Videoland, die gasten zijn echt atletisch bezig nu. Ze zijn weer echt aan het trainen. Mm. Het is niet zomaar van, oké, ik ben kwalitatief beter, dus ik ga nu van jou winnen. Ja, echt, dus dan ga je die laatste 3, 4 weken met je trainen. Ja, ik ga je trainen. Ik ben een gevestigde naam. Ja, dat soort dingen tellen niet meer. Ja. Kijk, hij weet eens, die underdogs, die gaan door het vuur. Tuurlijk. Die underdogs gaan door het vuur, want ze weten wat ze krijgen. En misschien juist die gevestigde jongens denken, nou, ik pak hem wel. Ja. Weet je? Next. Okay. Next is, die gaan we overslaan. Die nemen we als laatst. Ja. Yeah. Die nemen we als laatst. Plaatsen dan, Richters. Hoe heet die? Taburukianu of zoiets. Ja. Oké, wel moet erbij gezegd worden, ik heb de insiders gesproken. Ja. 5 uur voor aanvang van het event ging Terpstra door zijn rug. Ja. Of had hij in ieder geval pijn aan zijn rug. Ja, waardoor hij zei van, ik kan niet meer. Ja. Toen werd er hals over kop, werd er iemand anders gezocht. Ja. Dus wat hadden ze kunnen doen om een nieuwe tegenstander te vinden? Ja, niks. 5 uur van tevoren. 5 uur is kort hoor. Kort, heel kort. Maar als ze een of andere Nederlander hadden gebeld die... Ik wil net zeggen, is dit de beste? Vijf uur van tevoren? Kijk, als hij niet in de zaal zit, net als hoe Peter Aerts in de zaal staat met een kroket en een biertje. Karakters heb je niet meer. Kijk, wat weet is, stel je voor dat hij in Nederland was. Yeah. En hij hoort van zijn trainer, je kan nu moet je naar Bulgarije voor die wedstrijd. Yeah. Hij zei, maar ik zit hier nu met mijn vrouw, weet ik veel waar. Dan moet hij eerst naar huis, spullen pakken, paspoort, nog een vlucht gaan zoeken, er naartoe vliegen. Dat is ook al 2,5 uur volgens mij. Mm. Ja, voordat je daar bent. Nee. Weet je? Maar daarom was hij de beste die je kon vinden? Ja, kijk, in Bulgarije... ja. In Bulgarije zeg ik van... Er moet toch wel iets... Volgens mij heeft Robby zo met zijn verrekijker gekeken. Zo. Ja, er moet toch een of andere portier daar rondlopen die het nog beter kan. Dat bedoel ik. Of een of andere karateka of zo. Of een oud UFC vechter of zo. Ja, of iets. Weet je wat zouden kunnen doen? Hoe heet hij ook alweer? Broertje van Levi? Hoe heet broertje van Levi? Hoe heet hij? Thomas. Hoe heet hij? Bridgewater. Ja. En ga tegen je broer. Mocht je winnen, kan je ook bij zo. Die boy jongen was niks. Nee. Ik zou er een toernooi van hebben gemaakt, man. Badr, Oeku, Levi en nog iemand. Ja. En wie wint mag door. Wie wint mag door. Snel toch? Ja, gewoon iets veranderen. Ja. Deze gast was... Voor Levi was het lekker. Even iemand een paar lokjes geven. Gratis gewoon. Ja. Gratis doekoe, gratis winst. Ja. Even weer inkomen. Als hij niks had gedaan, had hij al gewonnen. Ja. Maar is het ook goed voor Levi? Nee. Nee, hij had beter gewoon een match. Kijk, hij kan er niks aan doen. Nee. Dus wat hij voorgeschoteld krijgt, is hetgeen waar hij mee moet werken. Ja. Maar ja, wat kon hij anders doen? Nee, precies. Het enige wat hij kan doen is jongen gewoon aan de kant schuiven met een TKO. Dat heeft hij gedaan. Ja. Nee, klopt. Hij is werk wel doen. Next though. Ja. Cooper Vilensky. Wat vond je ervan? Ja, ik vond hem tegen... Ja, kijk, het was niet heel slecht hoor, wat hij deed en zo. Mm. Maar ik vond hem tegen Tijani beter vechten. En, Ja, maar dit was geen weggooien hoor, die tegenstander. Nee, Marinho, je kan die jongen waar hij tegen vocht, kan je niet zo aan de kant schuiven. Ik vond de jongen explosief, maakte alleen iets te weinig gebruik van zijn combinatie, want hij was te veel bezig met zijn linkerhoek. Ja, maar misschien heb ik heel anders gekeken. Je hebt een andere, je was laat, dat was later. Ik had misschien meer verwacht van Cooper. Ja, ik snap wat je zegt. Want weet je wel, ik vergeleek op een financiële. Juist, ja. Best wel goed gedaan tegen Tijani. Ja, klopt. Klopt. En dan maar dat is ook alweer een anderhalf jaar terug, of een jaar terug. Ja, daarom. Tijani is nog beter dan hij toen ging. Ja, maar ik verwacht dat hij ook nog beter is. Ja, en hij vecht nog thuis. Iedereen komt voor hem. Nee, ik snap wel wat je zegt. Misschien staat die druk erop. Dat kan. Ik snap wat je zegt, ja. Patch? Hoe vond je van Patch? Ja. Ik vond het minder hoor. Nou, weet je wat het is? In Thaise begrippen is dit geweldig. Yeah. Maar hij krijgt een beetje die curve.
Ja, het gaat een beetje... Sinds... Die curve van... Het wordt minder, het wordt niet meer leuker, het wordt saai. Weet je, kijk, hoe geweldige kampioen je ook bent, want hij is een geweldig kampioen. Ja, sowieso. Maar daar komen mensen niet voor het stadion. Mensen kopen niet meer een kaartje voor dat. Ja. Maar... Om die linkertrap constant te zien. Ja. Die hebben we onderhand dan nu al gezien. Ja. Weet je, die die tegenstander van hem, die vond me nog niet verkeerd doen ook. Nee. Ik vond het niet verkeerd. Nee. Hij deed echt hard zijn best. Nee, nee. En hij kreeg wel die trappen, maar je zegt wel dat hij het nog steeds volhield en bleef stoten met zijn rechter directe. Ja, ja. Wow. Dus wat betreft, ja, kijk, en weet eens aan de andere kant. Kijk, je kan ook een mooie kaart neerzetten, maar de vechters moeten het doen. Ja, juist. Dat is het, ja. Weet je, vanuit Glory kan je niet zeggen, van, ja, ze hebben hun best gedaan om een mooie kaart neer te zetten. Want in principe hebben ze wel een goede tegenstanders voor hun gevonden. Ja, ja, ja. Dus het waren geen walkovers, want ja, als je pannenkoeken krijgt, ja... Dan denk je ook van, ja, wat is dit? Dus ja. Mario, wat dat betreft is er niks aan doen. Laten we geen tijd meer verspillen. Maar dan! Ik zet mijn telefoon weg. Laten we geen tijd meer verspillen. Ik zet mijn telefoon weg. Maar dan! We draaien allebei even naar Mounir. Mounir heeft nog een slokje. Ja. Mounir, die slok is al lang weg, begint te praten. Wat is er gebeurd met je Marokkaanse broeder? Hey, wil jij de hele aflevering bekijken? Check hem dan op warriorcode.com.